Wij moeten uiteraard ook aandacht besteden bij de winnares uit Knokke en de winnaar uit Knokke. We gaan even kennis maken. Winnaar uit Knokke. Ja. Jij bent? Frédéric Boussy. En? Ja, ik ben heel content van mijn wedstrijd. En, mooi kunnen doseren, proberen rap te zwemmen en te fietsen en in het lopen wat te kunnen afstand pakken en tegenstand achter me houden. Ja. Steeds dezelfde vraag, wat is voor jou het moeilijkste onderdeel? Oh ja, dat loopt toch wel. Ik ben nog, ik weeg 75 kilo, dus de andere wegen wel lichter, dus het loopt me iets minder voor mij. Dus je moet je voorsprong ergens anders halen? Ja, voilà, dus daarmee dat ik krap gezwommen en gefietst heb, ja. Hoe vaak neem jij deel aan zo'n wedstrijden? Oh ja, het is nu mijn vijfde kwart. Dus ja, Motsun Triathlon is altijd de wedstrijd waar ik naartoe piek. En natuurlijk voor thuis, dus thuiswedstrijd, dus ja, een extra boost, hè. Weersomstandigheden een grote rol gespeeld? Ja, het was toch wel oppassen op de baan, van de gladde bochten en zo. Maar hoe meer wind dat is, hoe liever ik het heb. Gefeliciteerd. Winnares bij de dames. Ja. Ik mag ook jouw naam kennen. Sophie van Bierbiet. Sophie van Bierbiet uit Knokken uiteraard. Ja. Zelfde vraag, moeilijk parcours? Het is een heel leuk parcours. Het is precies in onze achtertuin waar we heel veel trainen. Dat we dan de wedstrijd mogen doen. Dus mentaal is dat een zekere voordeel. Waar heb jij het verschil gemaakt? In het fietsen. Ja, ieder jaar bij het fietsen. Juist. En na het zwemmen haal ik zoveel mogelijk dames in. En dan probeer ik mijn plaats te behouden in het lopen, in het loopstuk. Ook voor jou handicap, het weer? Nee, absoluut niet. Van mij mag het nog meer waaien en nog meer regenen. Zelf tijdens het lopen, nee. Dat is voor de anderen mentaal zwaarder dan voor mij lichter. Hoe heb je deze triathlon voorbereid? Ja, zwemmen, fietsen en lopen. Hè. Vaak? Ja, dat is dagelijks dat we eigenlijk onze sport doen. Dat is niet alleen bij mij zo, ook bij al de mensen die hier eigenlijk zijn. Is het echt een passie en een deel van ons leven. Volgende wedstrijd op het programma is? Zaterdag de halve van de Zwin. Ja. Dus al gauw onder de wol dan nu? Maar eerst nog even met iedereen een praatje doen. En anders is het ook maar saai als je direct naar huis moet gaan. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel.